Inke van der Werf, werkzaam bij Mensis. En ik kom net uit de thematafel van Zonste Regio, waar we uitgebreid hebben stilgestaan bij de uitdagingen waar we voor staan in het zorglandschap. We hebben met elkaar besproken dat het belangrijk is een beweging te maken in de gezondheidspyramide richting preventie. Een beweging die we vanuit Mensis van harte onderschrijven, maar die ook heel spannend kan zijn. Want we hebben het over een stukje ontschotten op diverse onderdelen. Waarvan data er één is, dossiers er één is, planning, maar ook financiering. En als je daar gaat ontschotten, kan dat pijn doen bij verschillende partners. Dus het is belangrijk dat we daar met z'n allen in de regio klaar voor zijn en er dan ook samen stappen in maken. Nou, volgens mij hebben we het er net over gehad dat dat een beweging is die we met elkaar aan willen gaan. Hallo, ik ben Annemarie Profietlich en ik zit namens de jeugdzorg in de thematafel. We hebben vandaag een bijzonder interessant gesprek gehad over de ontoegankelijkheid die dreigt voor de zorg. Deels door personeelstekorten, maar ook deels door ontzettende hoge hulpvragen. En we hebben nagedacht met elkaar hoe we dat kunnen veranderen. En op basis van data denken wij tot veel betere samenwerking te komen, waardoor we tot betere oplossingen kunnen komen. Nou, daar gaan we de komende tijd mee aan de slag.